Goedenavond, het nieuws van zondag 14 februari. Karadžić dreigt met aansluiting van het Kroatisch gebied bij Servië. Falko Zandstra wordt wereldkampioen in het Noorse Hamar. En residentieorkest verwelkomt zijn nieuwe dirigent. De leider van de Bosnische Serviërs, Karadžić, heeft gedreigd dat het door de Serviërs gecontroleerde gebied in Kroatië, Krajina, zich bij Servië zal aansluiten als de VN-vredesmacht zich uit Krajina terugtrekt. Het mandaat van de VN-vredesmacht loopt volgende week af en de VN wil dat graag verlengen. Kroatië ziet daar niets in en gaat, ondanks de aanwezigheid van de vredesmacht, door met het offensief tegen de Serviërs. Op een groot aantal plaatsen in Krajina werd opnieuw zwaar gevochten. De Kroaten zijn absoluut niet van plan hun offensief te staken en zich uit de eerder door hen bezette gebieden terug te trekken. De oproep van VN-secretaris-generaal Boutros Ghali om het mandaat van de vredesmacht voorlopig met 6 weken te verlengen om een wapenstilstand te bereiken, hebben ze tot nu toe genegeerd. In Pale overlegde de leider van de Bosnische Serviërs, Karadžić, met VN-gezant Mendi Lucje. We would like United Nations to remain the forces in Croatia. Otherwise, people will demand right for self-determination and union of the two republics. Belangrijkste onderwerp van gesprek was het doorlaten van VN-voedseltransporten naar Oost-Bosnië. Dat is al 8 maanden door Serviërs omsingeld. We hope that we will be able to, with a better cooperation, reach all the other victims that in some cases are surrounded by Serbian forces, and we need the cooperation of both the political and military side to reach these areas. Maar de Serviërs weigeren konvooien door te laten, zolang er geen wapenstilstand met de moslimtroepen in de regio is gesloten. Het transport met hulpgoederen, dat vanmorgen uit Belgrado naar het oosten van Bosnië vertrok, staat aan de Servische grens en krijgt geen toestemming om door te rijden. Falko Zandstra is wereldkampioen schaatsen. In het Noorse Hamar versloeg hij zijn grote rivaal, de Noor Johan Olaf Kos. Na de Europese titel won Zandstra daarmee de tweede grote prijs dit jaar. In de hal waar volgend jaar de Olympische schaatswedstrijden worden verreden, werd het een Noors-Nederlands onderrondje. In de laatste rit van de 10 kilometer moesten Zandstra en Kos onderling uitmaken wie wereldkampioen zou worden. Na de winst van Kos op de 1500 meter zou hij ruim 7 seconden sneller moeten rijden dan Zandstra. Dat bleek een te grote opgave voor de Noor. In een spannende rit bleven de twee voortdurend bij elkaar in de buurt, terwijl Rintje Ritsma en Bart Veldkamp gespannen toekeken. Uiteindelijk won Kos de rit met klein verschil, maar de wereldtitel was voor Zandstra. In het algemeen klassement werd Rintje Ritsma derde, Bart Veldkamp, die de 10 kilometer won, werd vierde, en daarmee was het Nederlands succes compleet en kon er uitbundig feest gevierd worden. Het residentieorkest verwelkomde vanmiddag zijn nieuwe dirigent, de 64-jarige Svetlanov uit Rusland. Bij het Haagse orkest is hij opvolger van Hans Vonk, die vorig jaar met ruzie vertrok. Svetlanov arriveerde rond 5 uur op Schiphol. Muziek op de luchthaven Schiphol. Een afvaardiging van het residentieorkest speelt voor de nieuwe dirigent, de Rus Yevgeny Svetlanov. Uit handen van de algemeen directeur van het residentieorkest kreeg Svetlanov een dirigeerstok. De nieuwe chef-dirigent vertelde op Schiphol grote plannen te hebben met het orkest. Met het orkest stal je lучше. My task is to make this orchestra, if possible, even better. Или во всяком случае, чтобы он не был хуже. But in any case, not to make it worse. 28 jaar is hij chef-dirigent geweest van het Sovjet-Staatssymfonieorkest. Aanstaande vrijdag staat Svetlanov voor het eerst tijdens een concert voor het residentieorkest in Den Haag. Een enorme opkomst in Litouwen bij de eerste presidentsverkiezingen sinds de val van het communisme. Het is kiezen uit 2 kandidaten en beide willen hetzelfde, zij het met accentverschillen. Ze willen van Litouwen een modern kapitalistisch land maken. De voormalige communist en waarnemend president Algirdas Brazauskas is favoriet. Hij wil nauwere banden met Rusland en is niet van plan staatsbedrijven snel te privatiseren. De andere kandidaat, oud-diplomaat Lazoraitis, oriënteert zich meer op West-Europa.
Maar veel Litouwers vinden dat hij te lang in het buitenland heeft gewoond om de problemen van het land te kunnen doorgronden. Die problemen zijn niet gering. Sinds de onafhankelijkheid, na de mislukte staatsgreep tegen president Gorbatsjov in 1991, is het met de economie alleen maar bergafwaarts gegaan. Ook zal de nieuwe president moeilijke onderhandelingen moeten voeren met Moskou over de volledige terugtrekking van het Russische leger uit Litouwen. Iran heeft om uitlevering gevraagd van de schrijver Salman Rushdie. Vanwege het boek De Duivelsversen wil geestelijk leider Khamenei Rushdie nog steeds ter dood brengen. Het doodvonnis is nu precies 4 jaar oud. Een paar dagen geleden was Rushdie er nog optimistisch over. Are you feeling that you're getting more support? I think there's the effect of this last year of campaigning, both by myself and by many people on my behalf, led by the Article 19 Human Rights Organization. It really has had an effect. Grote Arabische wapenorde voor Frankrijk. De Verenigde Arabische Emiraten hebben in Frankrijk 436 tanks besteld van het type Leclerc ter waarde van 7 miljard gulden. Parijs is verheugd over de opdracht. Die werd bekendgemaakt op de openingsdag van een wapenshow in Abu Dhabi. Daar tonen 350 wapenfabrikanten uit 34 landen hun producten. Bij brandstichting in een Turkse winkel in de Duitse stad Ludwigshaven zijn 10 mensen gewond. Vanmorgen vroeg werd een brandend voorwerp de winkel binnengegooid. De bewoners zijn verbijsterd. Ik was vredelijk, ik ben een goede mens. En bis jetzt heb ik geen vijanden gehad. 10 mensen die boven de winkel woonden, hebben zoveel rook binnengekregen dat ze naar het ziekenhuis moesten. Van de daders ontbreekt elk spoor. De Zuid-Afrikaanse president de Klerk ontkent dat hij bindende afspraken heeft gemaakt met het ANC over de samenstelling van een overgangsregering. Inkatha-leider Buthelezi, die bang is dat hij op die manier buiten spel komt te staan, voorziet nieuw geweld als zijn partij niet aan die regering mag deelnemen. We are not making deals in our bilateral discussions at the moment. The interpretation that we have entered into fixed agreements is wrong. We believe that final agreement must be reached at a multi-party conference representative of all the parties in the country. We share that with the ANC. Nelson Mandela zei gisteren al dat het ANC zich op geen enkele manier heeft gebonden aan geheime afspraken over een overgangsregering zonder Inkatha. Afgelopen week werd bekend dat de Klerk en het ANC het eens zijn over een regering van nationale eenheid die tot 1999 aan de macht blijft. Volgend jaar zouden er verkiezingen gehouden kunnen worden waaraan alle rassen mee mogen doen. Die moeten doorgaan, vindt Mandela. Ook al worden ze verstoord door nieuw geweld. To abandon or postpone elections because of the violence would play into the hands of those who have initiated this violence precisely because they wanted to stop, prevent the democratic forces from coming into power. Volgens Mandela kan alleen de kiezer bepalen welke partijen er in de overgangsregering zullen zitten. Mannen zijn taboe en bedekkende kleding is verplicht. Bij de eerste islamitische spelen voor vrouwen. Die zijn dit weekende geopend in de Iraanse hoofdstad Teheran. Van top tot teen gehuld in een chador droegen Iraanse atleten bij de openingsceremonie een variant op de Olympische fakkel binnen. Door de strenge kledingvoorschriften kunnen Iraanse vrouwen nooit aan de normale Olympische Spelen of andere internationale wedstrijden deelnemen. Die regels laten voor vrouwen in het openbaar alleen het tonen van handen en gezicht toe. 1000 vrouwen uit 9 landen, waaronder Azerbeidzjan, Pakistan en Tajikistan, doen aan deze islamitische spelen mee. Alleen de opening was op de Iraanse tv te zien. Het verbod voor mannelijke aanwezigen geldt ook voor trainers en scheidsrechters. Critici noemen de wedstrijden een vorm van apartheid. Maar het organisatiecomité benadrukt juist dat ze een bewijs zijn van emancipatie voor moslimvrouwen. En dan het weer tot besluit, eerst de verwachting voor morgen. Vannacht en morgen vroeg op veel plaatsen dichte mist en minimumtemperatuur min 1 graad. Morgenmiddag hier en daar zon, morgenavond mogelijk motregen. Het wordt ongeveer 5 graden. En dan de verwachting voor dinsdag tot en met vrijdag, nu en dan regen, middagtemperatuur ongeveer 6 graden. Tegen 11:15 zijn we er weer, dames en heren. Goedenavond.